Voordat je gaat kijken naar deze leuke verjaardagsvlog, wel eventjes de opmerking. Pas op als je niet goed tegen lichtflitsen kan. Want in deze video zijn heel veel discolampen te zien. Oh, mijn feest komen. Heel veel zin in. Dat is de bank. Hey, meiden. Ik zit niet meer op de bank. Voetbal. Is de badmeester. Wat zou dit nou zijn? Het is woensdagochtend, de grote dag. Dat dag, ik mijn kinderfeestje heb. Ja. Oh, dag. Dus je bent ook wakker. Ik had nog even in de kinderwagen laten slapen. En vandaag is het de dag dat we zijn kinderfeestje gaan vieren. Maar voordat we dat gaan doen... Gaan we eerst naar school. Moeten ze toch eerst even naar school, want het is woensdag. Dus woensdagochtend gaan ze even lekker spelen op school. Kijk, Lucius is er ook al klaar voor. Die stapt even uit. Dus heel veel plezier op school. En wij zien jullie straks en dan gaat het feest beginnen. Ja. Zo, ik zit nu in de auto. Lucilla en Luxie hier gaan ook naar school. En ik heb er super zin in mijn kinderfeestje. Niemand die kon op mijn feest komen, dus we hebben lekker veel kinderen. 14 kinderen. En met Lucilla er en Luxie erbij 16. En met ik nog bij 17 kinderen. Lucilla heeft er ook heel erg zin in. Ja. Ja, we gaan allemaal spelletjes doen, spekjes eten en natuurlijk taart eten en een discofeestje houden. En dat ook natuurlijk. En zwemmen, dat ook. Dus het gaat een topfeestje worden, weet ik nu al. Zo, kids naar school. Vader zegt, ik ga even druk zijn met alle voorbereidingen. Dus ik ga even alleen naar de sportschool en dan zie ik jullie straks. Terwijl de kinderen nu lekker op school zijn en Lucius zijn slaapje even doet, Daniel zit even in de sportschool. Geeft mij even de gelegenheid om wat dingetjes voor te bereiden voor als straks de kindjes komen. Uiteindelijk komen alle kindjes die we hebben uitgenodigd. Dus we hebben een leuke groep. Als de kindjes straks komen, gaan we eerst met z'n allen lekker een taartje eten. Luan mag zijn verjaarstaart uitblazen en is de gelegenheid om de cadeautjes uit te pakken. En daarna gaan we met z'n allen lekker het zwembad in. Maar voordat we dan gaan zwemmen, willen we eerst eens even aan de tafel met z'n allen zitten. Dus ik zal even kijken. We hebben uiteindelijk 14 kinderen plus onze eigen kinderen. Is 16, 17 met Luan en Silla erbij en Luxie erbij. Hier hebben we 6 stoelen staan. En aan de bar kunnen er 5. En dan hebben we ook nog 4 stoelen staan op de werkkamer. Die ga ik denk ik heel even aan deze tafel erbij zetten. Zodat we straks met z'n allen in ieder geval half aan de bar en aan deze tafel alle kinderen hun taartje kunnen laten eten. En de cadeautjes kunnen uitpakken. Alle stoelen die staan. Ik heb ook hier meteen even alle bordjes en bekertjes en limonadekannen en limonade voor straks klaargezet. En natuurlijk... De 9. Voorop zijn taart uit te blazen. En nu ga ik eens even kijken naar het zwembad. Om te kijken of ik daar alles even helemaal spik en span heb. Even check, check, dubbel check jongens. Ik kan in principe al wel even wat lampjes aandoen. En de koelkast die staat al aan. Zo drinken wat erin staat is al... kijk. Daniel die heeft het al opengemaakt. Het zwembad is nu helemaal open. En we hebben dus gisteren alles helemaal dichtgeplakt. En zelfs die koepeltjes met van dat... deksel en die koepels met vuilniszak hebben jullie in de vlog van gisteren kunnen zien. Dat we daar nog even extra moesten bijschaven. Want het was toch nog iets te licht om hier de discolampen te zien. En ik ga eens even kijken of ik de discolamp kan aandoen. Luan heeft samen met opa de techniek aangelegd van alle discolampen. En als het goed is, als ik hier onder dit cel hebben we even gedaan. Onder de vuilniszakken voor nat spetteren. Kunnen we een knop indrukken, zei Luan. De mannen gaan alle lampen aan. 1, 2... Tada! En alle discolampen zijn aan. Even kijken. Behalve die daar. Moet ik nog even doen. Die heeft hier een eigen stopcontact. Ook onder zo'n zakje hebben ze dat neergelegd. Kijk, knopje aan. En achter de bank. En die is ook aan. En bij... Oh ja, deze die gaat op batterijen. Er zijn ook sommige lampen die gaan op batterijen.
Die moet ik zo meteen nog wel even uitdoen hoor. Die doen we straks aan als alle kindjes gekomen. Die discolamp. En daar hangt ook nog een discolamp op batterijen. Maar ja. Oh, en ik zal even kijken hoe het eruit ziet. Nu met het zwembad. Gisteren hadden we namelijk het dek erop zitten. Dus toen zag je alle discolampen op het dek. Even hier alle lampen uitdoen. Kijk, en zo ziet het eruit als de andere lampen uit heb gedaan. Met die lampjes die zo in het zwembad schijnen. En ja, zal je zometeen als de kinderen in zitten misschien niet zo heel veel meer van zien. Maar het idee is wel heel leuk. Ook al die flitslampjes. En hier, dit zijn wat batterijen, vlaggetjes met batterijtjes. Kijk, die zijn hier leuk. Die moet je dan allemaal aandoen met zo'n batterijtje. Hier neergehangen. En hier nog een batterijtje. Kijk. En aan de overkant is het nu nog een beetje donker. Daar heb ik ook van die sfeerlichtjes. Hier eentje bij de palmboom. Die doe je zo aan, maar dan gaan we het trekken. En deze op het leuke tafeltje. Ook een lampje met een knopje. Die ook aan. En hier nog eentje bij de palmboom. Zo. En nog één lampje bij dit gezellige zitje. Zo. Kijk. Dan is hier ook een leuke gezellige sfeerverlichting. Oh ja, en deze nog. Dagenlampje. En bij deze discolamp. Oeh, dat is mooi. Moet je kijken, mooi. En hier nog een lampje. En dan straks alles vlootjes erin doen. Mogen jullie al, nou mag jullie zelf wel doen straks met Lucilla en Luxie. En dan, oh ja, deze palen. Die moet ik ook nog even aandoen. Daar zitten ook van die stripjes om. Met een batterijtje daarboven. En deze lamp is bij de paal. En die andere palen heb ik ook lampjes aangedaan. Dit is een beetje de discolampen sfeerverlichting. En hier liggen alle afstandsbedieningen van alle discolampen. Die heeft Luan hier allemaal neergelegd. Ja, en Luan vindt dit natuurlijk helemaal geweldig. Al die lampen hebben knopjes en verschillende standen. Hard, zacht en andere soort kleurtjes wat hij allemaal kan doen. Nu weet ik dus gewoon niet welk kastje bij welke lamp hangt. Maar Luan weet precies welke afstandsbediening bij welke lamp hangt. Bijvoorbeeld hier dit podium. Ik gok even dat dat de grootste is. Nee, hij reageert hier niet op. Het is niet deze. Dat moet ik toch maar even aan Luan overlaten. Die weet precies waar alle discolampen hangen en hoe je moet bedienen en zo. Want hij vindt het natuurlijk geweldig dat hij eindelijk zijn discofeestje kan gaan geven. Maar goed, we gaan zo eerst Luxie ophalen. Want die is natuurlijk iets eerder klaar van haar peuterspeelzaal. En dan straks even een boterhammetje eten. We nemen twee kindjes al mee naar huis, want die konden niet brengen. Dus nou, neem ik ze even mee naar huis. Eten we hier even een bammetje met z'n allen. En dan komen straks komen alle kindjes. En dan gaat het feest beginnen, jongens. Leuk, heb er zin in. En Luan vond het wel een beetje spannend. Hij zei gisteravond toen we gingen slapen, oh mam, ik heb er heel veel zin in. Maar ik vind het ook een beetje spannend. Tuurlijk, jongen. Gewoon lekker van genieten. En mama en papa die regelen de rest wel. Jij moet vooral gewoon lekker genieten van je zwemdiscofeestje waar je zo ontzettend lang naar uit hebt gekeken. Nou, we gaan eerst maar eens even Luxie ophalen van de peuterspeelzaal. Dan rijd ik even snel heen en weer. Autosleutel. Oeh, mee. Daniel die blijft met Lucius. Die is net wakker van zijn slaapje. En wat dat betreft, jongens, is het echt het perfecte zwembad weer. Jeetje. Moet je kijken. Het gaat hartstikke hard een keer. Oké. Zou ik droog in de auto aankomen? Nou, droog wordt het sowieso niet. 1, 2. Oeh. Het regent pijpen stelen. Oh. Ah, ja. Oké. We hadden geen betere dag kunnen uitzoeken dan deze regenachtige dag voor een zwembadfeestje. Gisteren was het super lekker weer toen wij al die dekzeilen tegen de ramen aan het aan waren aan het plakken. Toen kwam er namelijk heel veel zonlicht doorheen. Nou, dat hebben we vandaag in ieder geval niet. Maar goed, er zitten toch dekzeilen voor. Nou ja, eerst even heel snel Luxie halen. Please pay attention to driving safety. Ja, please regularly clean up every car. Doeg! Papa is met Luxie. Zo, nou. Mijn rood hebben we zo gedaan. Nou, daar gaan we. Ik ga even Luxie ophalen. Dan gaan we even een bammetje eten. Nou, we hebben echt mooi weer om Luans poolparty binnen te doen. Gisteren was het echt heel mooi zonnig. Maar vandaag moet je kijken, hier wordt een en al bewolkt. En regen. Mogen wij een beetje helpen in de bediening? En straks ook wat badmeesters, hè? Op de kindjes letten als ze gaan zwemmen. Ga je ook mee helpen kijken, hè? Oké. Nou, daar hebben we Luxie weer, hè? Hé, hey, was leuk op school, hè?
Alleen wel een beetje nat buiten. Hè? Regenen wel een beetje nat? Ja? Wil je lopen? Oh, laat maar lopen. Zo, heb je niet je laars aangedaan? Nee. Nee? Kun je niet in de plassen stampen? Heb je wel buiten gespeeld? Ja. Toch wel, hè? Nou, gaan we weer lekker naar huis toe. Zo, gaan we lekker zitten. Pas maar weer af. Klim er maar in. Oh, laat de jas maar aan, schatje. We zijn zo thuis. Heel heet. Heb je het heet? Het regent buiten. Oh, het is een beetje kapot, zie ik. Doe hem alleen open, goed? Echt, die rits nou weer niet goed. Heb je die rits nou weer gedaan? Die is niet helemaal goed gegaan. Oh, zo. 1, 2. Oh. Hey. Wat doe je? Hey, ga maar zitten. Kruip erin. Kruip erin. Zo. Kom. Kom, liefie. Kom. Nou, laatste keer. Hop, nou erin. Goed zo. Ik ben heel honger. Ja, we gaan thuis lekker eten. Had je fruitje gegeten? In de klas? Hé, hey, met je banaan op? Peer? Hm? Ik heb ook een banaan. Een banaan. Oh, wil je nou nog een banaan? Heb je nog een banaan in je tas? Ja. Oh, kijk dan. En een mooie tekening. Wat zit er nog meer in? Een bellenblaas. En zit de banaan nog in? En een appel. En een appel. Wil je de banaan hebben? Ja. Oké. Nou. Kijk eens. Een lekker banaanje. Alsjeblieft. Geen idee. Ja, dan eet mama dat stukje straks af. Zo. Oeh. Nou, en toen was het wel weer droog. Hè? Net nog even een buikje droog. Een buikje droog, klinkt gek. Was het leuk op school? Lekker gespeeld? Ja! Heb je zin naar Luan zijn feestje? Ja! Nou, op naar... Ja! Huis! Kedo die zit in een vensterbank. Kijk precies tussen... schilderijtjes. Een bloempakje door, kijk hè. Nou, mama, hier weer. Ja, kom eens met grote constructie. Nou, kom er maar uit, liefie. Toppie. Nou, en de regen. Oh, eigenwijze deur. Hele eigenwijze deur. Goedemiddag. Nou, ik kom thuis. Ah, kijk eens weer naar de constructie, eens kijken. Even lusjes. Nou, we gaan snel naar binnen, liefie. En snel naar binnen toe, want ze wacht al op ons. Hé, hey, zo Pipje. Hallo, lieve hondjes. Wel weer thuis, hè. Oh, allemaal snuffeltjes. Allemaal snuffeltjes. Hm? Nou, doe de schoenen uit. Horen we daar, liefjes? Hier horen we daar. Ah, daar zijn we weer. Wat een regenboot, hè? Ja, het was nu nog eventjes droog, maar het is een precies perfect zwembad weer. Plassen met water. Ja. Ik ga een jas in. Papa, ook een lusje. Een bellenblaas. Wauw. Dit is Lusjes. Oh, zeg maar dankjewel, Lusjes. En ik heb een kleur. Dikkie, dik. Zie je dat, Lusjes? Je hoeslip hebt hier met ook bellenblazen. Maar dikkie, dik. Die heb je mooi gekleurd, hè? Ik heb hier een bellenblaas zitten. Heb je lekker gespeeld op school? Nee. Achter. Heel lang. Achter hier. Wauw, wat fijn zeg. En het is weer tijd voor de volgende ronde. Leon en Lucilla van school ophalen en nog twee kindjes die alvast meekomen. En ondertussen regent het nog steeds. Weer, het regent weer. Ik moet zeggen, het regent weer. Het was even droog, maar het regent weer. Dus jongens, we schuren weer even naar school. Om het clubje compleet te maken. Ja, safety. Fijn, hoe praat in de auto? Je zegt altijd dat je safe moet rijden. Taxibedrijf Bellinga. Lijkt het toch wel af en toe. Nou ja, als ze wellicht meerdere ouders hebben. Met meerdere kinderen. Met meerdere tijden van ophalen en brengen. Maar ze scheur heel wat af. In ieder geval. Nou, let's go. En vanzelf uit. Nou, natte kinderen. Dat allemaal. Natte schoenen even uitdoen. Ja, een wc. Nee, dat kan ik helemaal niet.
Nou, dit is de schoenen hier neer. Jas op het haakje. Hey, hoezo Pippi? Hi. Kijk, hè, zo goed. Nou, eerst even lekker een bammetje eten, jongens. Nou, alle croissantjes zijn volgens mij in het buikje gevuld. Ja. Nog een boterham? Nog niet. Nog een boterham? Iemand nog een boterham? Ja. Nee? Eenmaal, allemaal? Nog wat brood erbij. Ik leg even de box op. Ja. Alle kinderen zijn volgens mij gebracht. Even tellen of iedereen moet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wie zijn daar nog? 12, 13. 12, 13. Ja. 14. Zometeen even aan de tafel gaan zitten. En de cadeautjes mogen jullie op een plekje neerleggen. Ik ga het zo meteen even laten zien. En dan gaan we zingen, want bij je verjaardag hoort natuurlijk wel een stukje taart. Daar. Gaan we eerst een taartje eten. Kan nu al zijn cadeautjes voor jullie uitpakken. En dan gaan we daarna naar het zwembad. Goed idee? Mag ook in de bar. Yeah. Handig zijn microfoon. Aan de tafel zitten. En als je aan een stoel mag ook aan de bar. Ja, dat is makkelijk. Dat is makkelijk hoor. Hey, die microfoon die voeren we hier maar in. Kinderen, eten. Hier hebben we de taart. Dat ik die eruit kan halen. Hebben jullie ook weer zin in een stukje taart? Ja! Yeah! Oké. Okay. Ja. Ik ga bij jouw spullen. Wat heb ik? Daniel, kun je even helpen? Op taart. Hij geeft het aan bij Jabin. Kan je de taart witte slappen? Stukjes, hè? Dat gaat wel lukken. Dat gaat passen. Nou, oké, okay, wat een gezelligheid. Wat een gezelligheid. Hij is wel 18 kinderen. Dat is een, hè? Nou, ik ga even een kan een limonade maken. Wie wil de limonade? Iedereen limonade? Oh, ijswater? Pils? Pilsje? Ja. Ik ben helemaal wat. Nou, Sula Luxie. Wat een drukte, meiden. Je weet al die jongens. Nou, tip voor de ouders onder ons. Als je een kinderfeestje niet bovenuit komt, schat de microfoon aan. Kijk, ze zijn allemaal stil. Ja. Nou, jongen. Oké, nou, ik ga hier zitten. Dan kies ik eerst wie... Doe het gewoon het rijtje af. Ik zal gewoon het rijtje afgaan. Ja. Dan begin ik bij je. Kijk eens. Wat is het, kerel? Wat ik vertelde. Echt? Oh, leuk. Oh, dus, ja, superleuk. Dankjewel, Nick. Dankjewel, jongen. Dankjewel. Nou. Haha, Liesje is er ook even bij. Hé, jongen.
Erbij zitten. Lula gaat strooien met snoepjes. Kijk. Boezer de Pip komen erbij zitten, jongen. Wow. Een zakje snoep. Een menteltje. En een frappuccino. Ja, die zijn voor mama. Kom maar. Die zijn voor mij. Hoppa. Ka-ching, jongen. Ik heb 1 doos. Hiep, hiep, hoera. Van Tess. Dankjewel, Tess. Kijk eens. Cadeautje. Dat zou het zijn. Dat zou het zijn. Dat zou het zijn. Oh, een heel tekenpakket. Die moet je wel voor je zusjes goed verbergen, jongen. Ja. Bedankt, Sama. Ja, toppie. Geen maar, mama. Bedankt. Nou, jongen. Heel wat cadeautjes bij te pakken. 40 cadeautjes aan de lopende band. Doe mij dat ook mee. Nou, ik heb oh, wat leuk. Science experiment. Dit is een... Oh, dit is leuk. Dat moet je met papa doen. Kijk eens daar. Hey, technologie. Dit is een technisch snufje, kerel. Of met opa. Die is er ook wel goed. Met opa. 8 plus. Of mag opa ook meedoen? Ja. Opa mag ook meedoen. Abigail. Ja. Pepje denkt, wat voor cadeautjes zijn dat? En nog een bonnetje. Daar komt de cadeautjes in. Eden. Luxie, vind je het gezellig daar? Luxie zit er tussen de meisjes. Och, keuk dan, jongen. En nog een bonnetje. Met lekkere snoepjes. Kaartje. Kan je weer shoppen, jongen? Ja. Oh, zo, wat is het voor drukte? Hoe is het, voor drukte? 10 jongens, 6 meisjes? Ja. Bedankt. 7 jongens. Kijk eens. Kijk dan, wat veel, jongen. Zo, zo. Nou, begin maar vast. Ja. Wat is het er goed voor? Wat is het? Oh, leuk. Een ei. Een uitbroed ei. Moet je onder je kussen leggen. Kapje. Wat is dit? En een? Gooibal. Oh, dat moet je aan je hand doen. En dan kun je zo heen en weer doen. Leuk. Allemaal leuke kleine cadeautjes, jongen. Ja. Kijk. Scheuren. Trekken. Wat is het? Dit is leuk. Je weet wel, daar kan je die tekening ja, maken. Mooi. Zo, ja. Ja, heel leuk. Ja. En? Scheuren, scheuren, scheuren. Emoji tekeningetjes. Leuk. Ah. Nouts. Nou, er komt Nout aan hoor. Hoppatee. Nou. Nee, nee, dit is voor mama. Dit is voor mama. Bedankt. Mijn andere zak snoep, die was op. Nee. De waard hield stiekem op zijn kamer. En als hij geen snoepje mag, dan pakt hij de snoepjes van zijn kamer. Donald Duck. Even lekker Donald Duck'en. Ja. Donald Duck even staan. Verhaaltjes in. Leuk, jongen. Heel leuk. Daar ben je gek op, hè? Oeh, een spelletje. Een spel. Leuk. Deze ken ik. Ach, jongen. Ja. Maar die hebben we nog niet. Nee, die hebben we nog niet. Wie heeft het gedaan? Oh, die sleutel speelde vroeger ook altijd. Bedankt, Maas. Heel leuk. Dankjewel, Maas. Een zakje. Dat is een leuk surprise zakje. Ach, wat leuk. Oh. Kijk dan. Wat zit er allemaal in? Ja, nog meer. Oh, er zit een chocolademuntje zit erin. Ja. Hm? Leuk gedaan. Ja. Leuk gedaan. Origineel. En ook geld. Ook geld. Voor je spaarpot. Hoppa. Leuk. Zo. Oh. Oh, wat veel. Wat zeg je dan, kerel? Bedankt je. Oké, okay, wie is er dan nu? Je bent er bijna. Bram. Bijna. Mami. Kijk. Hetzelfde. Oh, wat een dubbele.
We hebben een bingo. Hey, kan ik twee keer spelen? Kan niet twee keer spelen, ja. Hartstikke goed, jongen. Bedankt, Frank. Ah, goed zo, kerel. Even kijken, Pepijn. Die zit verstopt. Zit die iemand verstopt? Ja, dat is een kippenboerderij, toch? Ja. Ja, hij heeft ook een trekker. Ja, die man doet ook een boerderij. Cool, ja. Hey, als we nog kippen willen, hey, als we nog kippen willen, kunnen we bij hem kippen halen. Scheuren, jongen. Wat is het? Och, jongen. Weer wat kleurtekendoos. Ja. Nog een kleurdoos. Oeh, Lucilla. Luan die baalt er altijd van dat al de tekenspulletjes door zijn zusjes zijn in gebruik zijn genomen. Deze die kan je mooi houden. Oh, wat mooi. Kijk dan. Leuk. Mooi. Dat is een mooi schetsboek, jongen. Dat is een heel mooi schetsboek. Een chique. Een hele chique. Mooi. Nou. Kijk eens. Wat is dat dan? Oeh, een rolo. Pas op wat je met je laatste rolo doet. Hoe gaat de reclame? Ik ken hem niet meer goed. Bedankt. En? Och, en briefjes. Briefjes. Briefjes, jongen. Jij hebt ook voor je verjaardag 5 euro gekregen. En? En de laatste. Oh, mooi envelopje erbij. Nou jongen, je hebt je snoeppot wel weer gevuld op je kamer. Ja. Wat zit erin? Oh, leuk kaartje. Oh, wow. Leuk, jongen. Nou, die moet je eerst nog eens afzien te pulken. Dat is een mooi klusje. Ja, heel erg zwaar ook. Bedankt, Marijn. Loris. Nou, en de laatste toch, of niet? Zo, dankjewel jongen. Kijk, de lolly weer. Wat veel cadeautjes. Nou joh. Dat is... Oh, puppets. Ach, jongen. Oh, die is leuk. Die ken ik nog niet. Oh, die voelt heel lekker. Oh, ik ken. Lekker. Oh, ja. Heerlijk. Een stressbal. Een stressbal. Niet voor mama. Niet voor mama. Als de kinderen een beetje te druk doen. Stress, stress, stress. Nee. Nou hoor, ik heb zelf stress. Nee, die kan ik mooi gebruiken als mama een beetje streng is. Oh. Dan kan ik een knijp en een beetje. En het is? Zitten. Lichaamweetjeskwartet. Leuk, het is kwartet. Ja. Met lichaamsweetjes over het lichaam. Superleuk. Leerzaam spelletje, heel leuk. Ondertussen zit het niet meer op de bank allemaal. Ja, dat is normaal. Ja, leuk. Heel leuk. Glow in the dark, stikjes. Wat is het, Woesel? Woesel komt even snuffelen. En griezellolly. Oeh. En dan het allerlaatste. Allerlaatste. Ze zitten nog. Ze zitten nog. Dus eens even kijken. Oh jee. Wat is dit dan? Wat is dat? Dan moet jij mij vertellen wat het is. Minecraft poppetje. Minecraft? Ja. Handgrease. De handgrease. Oh. Wat leuk jongen, voor je verzameling. Bedankt voor het. Oh, heel leuk. Dankjewel allemaal. Niemand luistert meer. Oh jongens, we moeten even een microfoon hebben. Oh, moet die nog? Ja, kan ik zo. Hallo? Ja. Ja, dat is leuk jongens. Dankjewel voor al je cadeautjes. We zullen nog even een mooie verjaardagsfoto maken. Ja, neem hem maar mee op de bank. Neem hem maar mee op de bank. Ga maar even een leuke verjaardagsfoto maken. Goed? Oh, en dan gaan we
coördineren met al die kinderen en valt niet mee. Ja, het gaat lekker. We gaan gewoon een poging wagen, jongen. Goed? Even allemaal zitten. Even op de bank zitten. Dat gaat niet lekker. Oké, okay, hoe gaan we dit doen? Leukste voor. Oké, jongens, zullen we één foto maken en dan naar het zwembad? Oké, zitten. Zitten. Even allemaal zitten. Daar is die microfoon. Oké. Ja, we gaan even een leuke foto maken en dan gaan we naar het zwembad. Goed? Ja, broertje erbij. Ja, broertje erbij. Ja, we zullen erbij. Doe je die maar, ja. Oké, kinderen. Ja. Ja. Jij deze ver? Nou, dit gaat nog lukken ook nog. Ja. Oké, okay, jongens. We gaan hè. 1, 2, jippiep. Hoera! Heel leuk. Nou jongens, we gaan omkleden. De jongens die gaan in de garage. En de meisjes mogen hier in het bed was ook even omkleden. Mag ik nog eens zeggen? Nou. Welkom in het zwembad, jongens. De Risco zwembad. Ja, je kunt er nog niet in. Leg je handdoek maar op de bank daar of op een stoel daar. Zoek maar een plekje voor je handdoek. Mijn handdoek is een handdoek vergeten. Oh, ik heb nog niet. Hier zijn alle lampjes voor je hoofd te bedienen. Zwembad doen. Kijk, we hebben hier een smiley. En bootje. En aardbei. En een. Nog een ding. Een krokodil. En nog een boot. En een pizza punt. Zeven middenpin. Hoppatee. En dan voetbal en autobal. Zo, nou jongens. We hoeven mee te spelen. Daniel is de badmeester. En nu een shirtje. Hij heeft overzicht op het hele zwembad. Leuk jongen. Ja? Ik zet de muziek aan hè.
zou dit nou zijn? Bijna. Kijk, hier hebben we de prijsjes neergezet. Wie wil de prijzen winnen, jongens? Wie wil de prijzen winnen? We hebben een leuke prijs aanbieden. We gaan een spelletje spelen. Oké, dames en heren. Ik heb een superleuk spel om prijzen te zoeken. Hier liggen allemaal prijzen. Daar kun je straks uit kiezen. Maar eerst vertel ik wat we gaan doen. Aan de overkant is, die heeft dan gewonnen. Slapen. Luxie zit even lekker Nickelodeon in te kijken. Het wordt een beetje druk hier, hè? Ja, cola. Ja, dat druk aan de bar. Ik wil nog maar. Cola. Nou, hey, Luan. Luan, veel plezier, hè? Ja, tuurlijk. Hoe nog Yeah!
allebei tegelijk. Ja, twee winnaars. Tatoeages en hier is zo'n trekpop. Oh, die is echt leuk. Die kun je ook doen. Spelletje alleen voor de meisjes, want er zijn alleen maar meisjesprijsjes. Hier langs op de waterkant. Je die? 100% zeker? Ja. Oké. Okay. Ja. Oh, zes. Tess is de grote winnaar. Kom naar voren, Tess. Hier Playmobil poppetjes of hier een mooie houten molen maken. Nou, en ondertussen dat iedereen zich zo weer lekker gaat afdrogen, staat hier de patatbakker alweer patatjes te bakken. Patat, frikandellen, kroketten, kaasvlees en kipnuggets. En alle bakjes staan al klaar. Ja, 18 stuks. Nou, kunnen ze lekker een hapje eten. Al jij zo in het bad? Ja. Eten alle limonadebekers. Een lekkere patatje. Geef je het erop, jongen. Ja. Dan ga ik de afsluiting vandaag. Eerst ga ik de patatjes eten en dan wordt iedereen vandaag opgehaald. Van je? Een geslachtfeestje. Ja. Doe even de duimpje. Hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je.